plaatje, kijk eens. Daar zien we de rivier. En we zien de oever en allemaal gras. En ooievaars. En ooievaars. Oh ja. En dan denk je dat ooievaars. En een libelle. Van woensdag 22 januari tot en met zaterdag 1 februari zijn de nationale voorleesdagen. Op donderdag 23 januari kwam wethouder Hertog Heijs voorlezen bij basisschool De Riepmeen in Badmen. De wethouder las voor aan de kinderen van groep 1 en 2. En hij zwabbelt met zijn staart. Ik zag op internet dat de Nationale Voorleesweek is begonnen. En nou, we lezen thuis natuurlijk hartstikke veel voor, maar het is ook altijd wel leuk voor kinderen om eens een keertje een ander geluid te horen. Dus ik ken de wethouder vanuit de politiek, dus ik dacht, nou, laat ik eens kijken of we de wethoudercultuur kunnen strikken voor de school om wat voor te lezen. Het zijn de voorleesdagen, hè, en dat de gedachte achter de voorleesdagen is natuurlijk om het boek en het voorlezen weer te stimuleren, zodat ouders en leerkrachten, maar vooral ouders natuurlijk, hun kinderen voorlezen. En dat ze de kinderen daardoor op een speelse wijze leren dat lezen eigenlijk heel leuk is en heel bijzonder is. Ik heb een oud versboekje meegenomen van de versjes en rijmpjes die mij zelf werden voorgelezen. En ik dacht, dat is heel nieuw voor ze. Maar het bleek dat ze een heleboel van die versjes toch ook kenden. Dus dat was heel leuk. Weieren, de koster lust geen eieren. Wat lust hij dan? Spek in de pan. Oh, wat smult die koster dan. Vindt u het belangrijk dat ouders voorlezen aan hun kinderen? Ja, ik denk dat je daarmee de liefde voor het boek of voor het verhaal, dat je dat kunt overbrengen. En dan moet je jezelf goed oefenen dat je ook leuk voorleest. Want je weet dat bij hele kleine kinderen de aandacht heel snel verslapt. Dus je moet leuke verhaaltjes vertellen en je moet je best doen om het ook leuk te vertellen. Iedere dag lezen we voor, omdat het gewoon ontzettend belangrijk is voor de taalontwikkeling van kinderen. Het vergroten van de woordenschat en de mondelinge taalvaardigheid wordt ook vergroot door veel voor te lezen. Zo doet hij dat. Las u vroeger veel voor? Nou, ik zei net dat mijn kinderen die deden vaak andere dingen, maar ik deed wel mijn best en probeerde toch een aantal avonden per week voor te lezen. Maar vaak zei ik na een kwartiertje, volgens mij willen jullie andere dingen doen, dus later maar. De nationale voorleesdagen duren nog tot 1 februari. Wat ben je nou aan het doen? Elk jaar sterft wereldwijd 30% van de bijen. Volgens Françoise Le Grip van het Bijenlint Demeter is dit te veel. Oorzaken zijn dat er niet genoeg te eten is voor de bijen en niet genoeg afwisseling in het voedselaanbod. Er zijn meerdere oorzaken. Een daarvan is dat er landbouwgif gebruikt wordt wat op het zenuwstelsel van bijen werkt. En dat, daar is maar heel weinig voor nodig om bijen aan te tasten in hun oriëntatievermogen en fourageervermogen, dat soort dingen. Nou, waar we nu mee zitten is dat die bijen, die hebben in de loop van de jaren heel veel ziektes opgedaan. Dat komt vooral doordat de mensen, maar daardoor ook die bijen natuurlijk, veel meer over de wereld gaan als dat ze vroeger gingen. En wat heel belangrijk is, is dat ook al jarenlang, niet alleen in Nederland hoor, maar ik kom het overal tegen, het aantal bloemen en met name de wilde planten steeds minder worden. Waardoor dus bijen niet, kun je haast zeggen, elke dag te eten hebben. Reden te meer om te achterhalen waar het misgaat en wat er te doen aan is. Door in ieder geval te zorgen voor voldoende bloemen het jaar rond, tenminste van vroeg voorjaar tot eind van het najaar, eind september. Je kunt ze helpen door geen of minder honing te eten, omdat dat is eigenlijk hun wintervoer. Dus als jij dat eet, dan hebben zij dat niet. En in plaats daarvan krijgen zij suikerwater en dat is veel minder voedzaam. Dus omdat ze verzwakt zijn, versterk je ze als je ze hun eigen honing laat houden. Doordat ze in wezen te onregelmatig voeding krijgen, nemen ze hun conditie af en worden ze dus ook vatbaar voor ziekte. Verder is het een goed idee als het landbouwgif stopt. En daar kan je aan meehelpen door biologisch te eten. Voor de rest is het belangrijk als je in je eigen tuin bloemen zaait of plant, dat ook zonder gif gebeurt. Dat gif, dat is echt, dat verzwakt ze. Bijenlint Deventer spant zich in voor de gezondheid van de bij. Want de wilde en de honingbij is voor iedereen belangrijk voor de bestuiving van planten. Maar er zijn nog meer redenen. Nou, omdat de bijen, dat is een heel
belangrijke schakel in het ecosysteem. Bijen die, ja, dat weet iedereen, die bestuiven planten van peren en appel. Maar dat niet alleen. Elke aardbei, elke bosbes, elke hazelnoot. Heel veel vruchten. Eigenlijk bijna alle vruchten, behalve sinaasappel geloof ik. Die wordt door de bijen bestoven. Dus als de bijen er niet zijn, dan komen wij ook in problemen qua voedselvoorziening. Bijen eigenlijk het voorbeeld zijn voor die hele natuur. En dat heel veel dieren, heel veel diersoorten het moeilijk hebben. Juist omdat verscheidenheid, diversiteit in het landschap verdwenen is. En het zal heel veel moeite kosten, dat weet ik ook wel. Maar heel veel steden zijn alweer op de goede weg. Ja, en heel belangrijk gewoon dat mensen bewust worden wat ze kunnen doen voor bijen en wat de bijen voor ons doen. Tijdens de Deventer Sportverkiezing op vrijdag 17 januari zijn in de Deventer Schouwburg de winnaars van 2013 bekendgemaakt. De presentatie van de avond was in handen van Maarten Tip, bekend van Studio Sport. Van harte welkom allemaal hier in de Deventer Schouwburg bij de Deventer Sportverkiezing over het jaar 2013. Maak je nou een afweging? Hoe bepaal je dat? Ja, op een gegeven moment zeggen dan gaan de andere dingen gaan ook een rol spelen, toch? Iets van emotie, een beetje gevoel. Van ja, als we dit gaan kiezen, doen we het eigenlijk niet goed en dan krijgen we de hele wereld over ons heen. In de categorie Sportman van het jaar is Ahmed Tjalik de winnaar geworden. De prijs voor Sportvrouw van het jaar werd gewonnen door Lotte van Beek. De prijs werd in ontvangst genomen door haar nichtje. De winnaar in de categorie Publieksprijs Sporter van het jaar ging naar Tess Bijlsma. Met 1732 sms'jes wist zij nipt Go Ahead Eagles achter zich te laten. Had je het verwacht? Nee, totaal niet. Echt beide prijzen niet. Ik dacht, het is leuk om mee te doen, maar dat ik de prijzen zou winnen zeker niet. Vond je het spannend? Nou, een beetje wel. Vorig jaar ook. En deze keer weer net iets anders, dus wel altijd natuurlijk spanning. Maar omdat ik niks had verwacht, dan kriebelt het iets minder in de buik. De avond werd afgesloten met een groepsfoto van alle winnaars. De reportage van de sportverkiezing is aanstaande woensdag te zien bij DRTV. Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten en stuur een mail naar redactie@deventerrtv.nl. Meer DRTV? Volg ons via YouTube, Facebook en Twitter.